Hey, hallo, welkom bij Eurogamer Benelux. Mijn naam is Sander en met mij is wederom Carl. Hey Sander, hey iedereen. Hey, ik zeg wederom omdat we het weer over de Games with Gold versus PlayStation Plus games gaan hebben, ditmaal van juli 2017. Wat vinden jullie van de line-up? Zit er wat voor jou bij? Laat het ons vooral weten in de reacties. Laat een duimpje achter, abonneer op ons filmpje en vergeet het niet te delen met je maten. Carl, normaal gesproken beginnen we met Xbox games, maar dit keer niet. Ik wil gewoon nu eerst even beginnen over de PlayStation Plus games. Want Until Dawn is er dit keer bij. En het is alweer een tijdje geleden dat we echt een AAA-game krijgen bij PlayStation Plus. De hemeltje lief van een klapper. Een horrorgame in het Telltale Heavy Rain adventure game jasje. Het is een beetje een hommage aan de jaren 80 slasherfilms. Hè. Een groep kinderen die worden opgejaagd door een seriemoordenaar. Tussendoor de actie krijg je momenten dat je wordt geanalyseerd door een psychiater. Of ja, wie wordt er eigenlijk geanalyseerd? Een hele bijzondere game die ik nog nooit heb gespeeld. Zonde. Ik vind dat echt iedereen het zichzelf verschuldigd is om Until Dawn te spelen. Dit is eigenlijk de Choose Your Own Adventure game die Telltale nooit is geslaagd om te maken. Al die keuzes die in The Walking Dead of Wolf Among Us maakt, uiteindelijk leiden ze nergens toe. Niet zo in Until Dawn. Elke keuze die je maakt, zelfs een heel kleine keuze, zoals geef je iemand de zin, hebben een gevolg. Als gevolg is het een extreem herspelbare game en ook gewoon eentje die constant je op het puntje van je stoel houdt. Sander, dit is zo'n spannende game. De jumpscares zijn geweldig. Het verhaal zit super goed in elkaar. En je kan het gewoon eindeloos blijven herspelen om te kijken of je personages effectief de nacht overleven. Want vergis je niet, ze kunnen allemaal goed gaan. Het ziet er naar uit dat Sony dit adventure game feeling heeft, want Game of Thrones, a Telltale series, is ook op de PS4 beschikbaar nu. Ja, en daar speel je de Forrester-familie, die voor de rest eigenlijk helemaal niet in de tv-serie voorkomt. Ik geloof wel in de boeken. En het is een soort van zijverhaal wat parallel loopt aan de tv-serie. Ook een game die ik persoonlijk niet heb gespeeld, omdat ik Game of Thrones nog nooit heb gezien. Boo, hiss, ik weet het. Maar omdat ik ook heb gehoord dat het eigenlijk een wat mindere Telltale-game werd. Goh, ik vind het straf om dat te zeggen. Het is een goede Telltale. Het is niet even goed als voor het The Walking Dead seizoen 1. Maar laten we eerlijk zijn. Welk andere Telltale game is wel zo goed als seizoen 1 van The Walking Dead? Geen. Het vormt een mooie aanvulling op Game of Thrones, zoals je dat kent. En het zorgt vooral ook dat je al die fantastische personages, zoals Tyrion, zoals Cersei, ook eens in een game te zien krijgt. Ja, nogmaals, het is niet de beste Telltale, maar het is wel een van de betere Telltales. Is het een beetje een goed punt om in te springen, zelfs al heb je geen verstand van de serie? Nee, dat nu niet. Want als ik het me goed herinner, speelt het zich af tussen seizoen 4 en 5 van de reeks. Dus min of meer boek 4 en boek 5. Dus je hebt wel enige achtergrondkennis nodig om te weten waar het precies over gaat. Dat is dan weer een beetje jammer voor mij dan. Wat wel heel fijn is voor mij, Tokyo Jungle is op de PS3 beschikbaar. Carl, stel je voor, de mensheid vergaat en huisdieren en wilde dieren moeten ineens volledig voor zichzelf gaan zorgen in een metropool wat eigenlijk wordt overgroeid, de nieuwe jungle wordt, waar dieren gaan regeren. Je hebt de keuze uit 50 verschillende dieren. Je moet eigenlijk zo lang mogelijk proberen te overleven. Je moet voor nageslacht zorgen. Dat nageslacht wordt vervolgens na verloop van tijd je volgende speelbare character. Het is een soort roguelike CQ survival game met een bizar Japans jasje. Het is zo'n coole game. Echt ontiegelijk cool. En je kan hem met z'n tweeën spelen. En hoe is de moment-to-moment gameplay? Is het eerder een RPG dat speelt? Is het eerder een action game? Het heeft wat RPG-elementen, super light, maar het is absoluut een actiegame. Het speelt super rap en afhankelijk van het soort dier wat je speelt, is de feeling ook weer net iets anders. Ik kan alvast niet wachten om als een moordende giraffe door de jungle te trekken. Maar wat is dan de volgende game, Sander? Darkstalkers Resurrection, een remaster van Night Warriors, Darkstalkers Revenge en Darkstalkers 3. Dit is een beetje een cultklassieker van Capcom. Het is een 1-op-1 fighting game waarin je met mythische wezens vecht. Zoals een mummie, een vampier, een weerwolf en natuurlijk Roodkapje met een Uzi. Ah, dat spreekt voor zich. Grootmoeder, wat is je weerstand tegen kogels slecht? Maar het is een hele bijzondere en coole fighting game als je een keertje wat anders wilt. Ja, ik moet zeggen, het is heel mooi van Sony dat het ook de kans heeft aan zo'n redelijk obscure game, die toch echt wel gevierd is om zijn opwachting te maken in de line-up. Heel goede keuze en heel interessante keuze vooral van Sony.
Vervolgens een game waar ik nog nooit van heb gehoord. Eigenlijk de komende twee games heb ik eigenlijk nog niet eerder van gehoord. Don't Die Mr. Robot voor de Vita en Crossbuy op de PS4. Wie denkt dat dit een tie-in is met Reeks Mr. Robot, komt jammer genoeg bedrogen uit. Ja, helaas wel. Het is eigenlijk een typische jaren 80 arcade game. Met een klein beetje wel een twist, moet ik zeggen. Je verzamelt fruit om punten te scoren. Tegelijkertijd moet je de vijanden ontwijken. Nou, dat klinkt allemaal vrij standaard. Maar het fruit, dat explodeert. En dat genereert dus een kettingreactie. En door die kettingreactie ontploffen de vijanden. Ja, wel oké, denk ik, als je ervan houdt. Maar het is een typische arcade game. Dus hoe lang het je vasthoudt, dat ja, varieert enorm van speler. Ja, dit is een beetje de zwakke keuze in het aanbod. En zijn opvolger precies toch ook, al is het toch een beetje interessanter. Hè? Elemental, wat gaat dat precies over? Het ziet er eigenlijk wel interessant uit, moet ik zeggen. Het heeft een beetje het idee van de artstijl van Limbo. En het enige wat je daarin kan doen, is tussen personages wisselen. Voor de rest gaat de gameplay volledig automatisch. En de personages hebben hun eigen element. Dus vuur bijvoorbeeld. En de gameplay die werkt heel erg op momentum en flow. Dus je rolt, glijdt, loopt door het level heen. En door dus mooi op het juiste moment te schakelen tussen personage, kom je dus veilig door het level heen. Oké, maar je hebt me eigenlijk wel overtuigd om Elemental toch op zijn minst een kans te geven. Het klinkt inderdaad als een heel interessant concept. En de artstyle is inderdaad heel erg Limbo-achtig. Ja. Als extraatje trouwens krijgen we deze maand That's You. Wie? Ja, jij. Oh. Het is de eerste game in de Playlink-reeks die Sony tijdens E3 heeft aangekondigd. En wat Playlink eigenlijk is een soort partygame setup die te vergelijken is met de Jackbox-reeks. En je speelt niet met een controller, maar je speelt met je smartphone. Dus mensen kunnen gewoon de app downloaden op hun smartphone en dan kunnen ze meteen met je meespelen. En That's You is een game waarin je elkaar wat beter kan leren kennen door vragen over elkaar te beantwoorden, door foto's in te tekenen met ja, een opdracht bijvoorbeeld. Zoals je in de trailer kan je zien hoe ze Shuhei Yoshida van Sony willen verkleden als Riot Cop. En dan degene die dan het leukste getekend heeft, die krijgt dan een punt. Dus het is echt een casual party game, een beetje bordspelachtig idee. Hetzelfde als met Jackbox dus inderdaad. Ja, en echt bedoeld gewoon voor fun en gezelschap. Over partygames gesproken, wel, nee. Xbox heeft geen enkele partygame te bieden. Het zijn namelijk allemaal compleet andere games dan Sander. Eerst en vooral is er natuurlijk Grow Up, de opvolger van Grow Home. Een soort van semi-indie game van Ubisoft, waardoor het dus al niet echt een indie game is. Waarin je klimt als een kleine robot genaamd Bud. En in realistische physics dan enorme soorten van bonusstaken probeert te beklimmen. Probeert ook plantjes te doen groeien en op die manier terug te keren naar je ruimteschip. Grow Home was wel een coole game. Ik heb deze opvolger Grow Up nog niet gespeeld, maar Nathan heeft de game gerecenseerd en zegt dat het echt wel een stap vooruit is tegenover Grow Home. Dus zie jij er naar uit om de game te spelen, Sander? Ik heb Grow Home heel even geprobeerd te spelen en ik kon niet wennen aan het klungelige van Bud eigenlijk. Ja. En voor mij eigenlijk een beetje te frustrerend voor mijn eigen goed. Ik heb me altijd wel een beetje afgevraagd hoe het komt dat critici hier zo dol op waren. Ik vond het ook vooral een heel oppervlakkige game. Inderdaad, gekoppeld dan nog eens aan die redelijk onhandige controls. Over oppervlakkige games gesproken, het spijt me, maar Runbo is eigenlijk gewoon speedrunners van vorige maand. Hè. Deze keer speel je dan gewoon met 9 spelers en is het een beetje chaotischer en met dynamischer levels, maar in C is het eigenlijk gewoon speedrunners. Ik vind het zo'n rare keuze eigenlijk. Ik bedoel, je hebt net speedrunners gehad vorige maand en dan ga je terug voor seconds op deze manier. Ik vind het een beetje vreemd. Ze hebben ongetwijfeld beide een kwaliteit, maar nu worden ze eigenlijk allebei een beetje teniet gedaan, mijn ogen. En dat is dus het probleem. Runbo kan waarschijnlijk een hartstikke leuke game zijn, maar omdat die precies na speedrunners komt, heb je best kans dat sommige gamers zeggen van ja, oh even, dat heb ik vorige maand al gezien, laat maar, dit doe ik even niet. En over dit doe ik even niet gesproken, Kane & Lynch 2. Oh, Sander. Oh. Dit is het vervolg op Kane & Lynch Dead Man, maar de Kane & Lynch reeks is nooit echt van de grond geraakt en dat is eigenlijk ook niet verwonderlijk. Hoewel het actiegames zijn ontworpen voor twee spelers en hoewel IO Interactive echt wel een deel
degelijk ontwikkelaar is, zijn de Kane en Lynch games eigenlijk stiekem gewoon niet zo goed. Vooral deze Kane en Lynch 2 is gemaakt met een soort van effect waardoor het lijkt alsof het alles gefilmd en opgenomen is met een klote camera van een kleine smartphone. En dit is een van de weinige games die niet virtual reality is, die de eer heeft om mij meermaals ziek en misselijk te maken. Dus dankjewel Kane en Lynch 2. Maar in elk geval, als je dan nog even wilt relaxen, is er wel nog Lego Pirates of the Caribbean. Maar natuurlijk, wat valt er hierover te zeggen? Het is nu eenmaal gewoon een Lego-game zoals er ondertussen... Goh, hoeveel zijn er ondertussen, Sander? 2 dozijn? Ik heb niet genoeg vingers op mijn handen om ze te tellen. Ja, en bovendien, het moet ook wel gezegd, het is een van de minder geïnspireerde Traveller's Tales games. Waarvoor de Star Wars games echt fenomenaal zijn. En ook bijvoorbeeld de Lego Indiana Jones games toch wel echt inspiratie hebben. Is dit een van de flauwere. Het staat wel garant voor een beetje vertier, maar het is geen topper. En ik denk dat dat eigenlijk zo'n beetje het aanbod van Xbox Live deze maand opsomt, eerlijk gezegd. Er zitten geen echte toppers bij. Nee, vind ik ook niet. En als je dan kijkt naar PlayStation Plus, daar zit zoveel beter spul bij. Interessanter, gewoon domweg, gewoon hartstikke goed. Unieker ook, hè? Games zoals Elemental zien er zoveel interessant uit. En er is echt destijds in ieder geval, ik denk dat je hem nu heel erg wil gaan vergelijken met roguelikes en dergelijke. Destijds was er geen game zoals Tokyo Jungle. En zelfs nu is hij echt nog wel heel erg origineel. Ik kan hem echt aanraden. Als je je PS3... inmiddels in de garage heb gezet. Haal hem nog eens een keertje naar buiten toe. Sluit hem nog eens een keertje aan. Probeer Tokyo Jungle uit. En zo speel dan meteen eigenlijk ook Darkstalkers Resurrection. Want dit is niks voor niks een cultreeks. Dit wordt geliefd door een heel hardcore groep van gamers. En ik denk dat door nu beschikbaar te zijn voor PS Plus, veel mensen deze games ook kunnen ontdekken. En trouwens, hetzelfde geldt voor Until Dawn. Het is niet dat het een soort van obscure game is of zo, maar Until Dawn is in mijn ogen nog altijd niet genoeg gespeeld. Het is zo'n fantastische game, je kunt het zoveel herspelen. Carl, we hoeven het bijna niet meer te zeggen, maar PlayStation Plus is deze maand gewoon absoluut de winnaar. Ja. En ik ben blij om dat te zien. Als we kijken naar de afgelopen paar maanden, heeft Sony gewoon ondergepresteerd. En ik ben echt blij om te zien dat het nu een heel stuk beter wordt. Twee of drie maanden geleden schotelde Sony ons nog op de PlayStation 3 Invisibles voor. Holy crap. En nu krijgen we in de plaats Tokyo Jungle en Darkstalkers. Ja, fenomenaal. Dit is een heel mooie inmaalbeweging van Sony. En ze tonen toch dat het hen eindelijk nog eens menens is. En dat ze eindelijk ook weer het vuur aan de schenen van Xbox willen leggen. Heel goed gedaan, Sony. Hartstikke goed gedaan. Carl, dankjewel voor het bespreken van deze line-up van deze maand. Jullie thuis, bedankt voor het kijken. Laat vooral van je horen in de comments. En voor nu, tot later. Hoi hoi. Bye bye.